Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering in de Halloween Horror Week. Vandaag speel ik Ghost Simulation op Roblox. En ze hebben hier een speciale map, zoals je hem achter me kan zien. De trolley vertrekt over 19 seconden. En het is een speciale Halloween map. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. We gaan eventjes hier staan en dan kijken of we daar naartoe kunnen teleporteren. Nou, we zijn beland in de map. Nou, het ziet er wel echt Halloween uit, zoals je kan zien. Pompoentjes, kaarsen, een beetje van die speciale kleuren. En daar zijn de geesten. Nou, het is eigenlijk een soort van Ghostbusters. Je gaat gewoon op geestenjacht, je krijgt missies. Nou, we kunnen hier onze missie ophalen. Maar hij zal dan je missie geven. Kijk, hij praat wat met je. Het is een Halloween event. We moeten candies verzamelen. Collect candies. At the mansion. Even kijken hoor. Dan pakken we onze stofzuiger erbij. En dan gaan we even kijken of we deze gewoon kunnen pakken. Kijk, hier krijgen we candies van, zoals je kan zien. We hebben de 44 nodig. We zitten nu op de 5. Sommige geesten zijn wat moeilijker te vangen dan de andere. Zo heb je die Dracula hier. Die kost 250 om te vangen. En deze 375 bovenin. We zijn al over de helft. Nou, nog 3 te gaan. Daar waren ze. En dan kunnen we weer inleveren. Dit was de eerste opdracht, zeg maar. Hello there. Nou, ik heb er een aantal ingeleverd en ik krijg ze ook weer terug. Ik weet niet of dat dezelfde candies zijn of dat dat weer speciale candies zijn. Ik denk dat dat andere candies zijn als ik hier even kijk. Ja, hier staan ze. Dat zijn toch de candies die ik gewoon in moest leveren. Daar heb ik gewoon extra bij gekregen. Nou, nu staat er dat we vampieren moeten vangen. Nou, daarheen. We moeten er 28 vangen, dus we zijn er wel even bezig. En hier krijg je ook weer gewoon die candies van. Ik ben benieuwd of je daar straks... Laten we straks even in de shop kijken of we daar misschien dingen mee kunnen kopen. Of misschien wel iets upgraden. Of gaan we even kijken. Nou, deze mannetje slaan we even over, want daar hebben we nu niks aan. Het is echt puur de vampieren. Dan heb je kans dat straks de volgende opdracht wel is dat we dan die andere moeten vangen. Nou, nog 20 te gaan. Ik ben ook benieuwd of je hier verschillende gebieden hebt. In het gewone spel heb je verschillende gebieden die je moet vrijspelen. Door elke keer je antenne die ik nou op mijn rug heb te upgraden. Nou, op dit moment is mijn antenne op z'n allerhoogst. Maar ik weet niet, dit is weer een speciaal evenement natuurlijk. Een speciale map. Ik weet niet of dat ook nodig is hier. Omdat je hier links ook in een soort van dolf kijkt daarachter. Oh nee, dat is gewoon... Ja, dat is een ander geestje dat. Volgens mij. Maar ja, daar kom ik denk later pas. Ik weet ook niet of je in dat gebouw daar kan. In het huis. Ik ben erg benieuwd naar. Ik heb in het gewone spel ook mijn hoovercraft. Of mijn hoverboard. Heb ik vrijgespeeld. Dus die kan ik lekker gebruiken hier in de map.
Zodat ik wat sneller heen en weer kan. Nou, dus inmiddels zijn we over de helft. Nog 9 te vinden. Even kijken, hier is er eentje weer. Oh, hier zag ik eentje, ja. Nu nog 6. Hier nou nog 5. Nou, op zich spannen ze wel lekker snel terug. Dus je kan wel gewoon lekker doorgaan. Dan zag ik er daar wel eentje. Ja. Nou, de laatste vinden. Daar. Oh, hier ook. Mooi. Nou, dan kunnen we deze weer inleveren. Bij deze man. Nou, we krijgen weer 50 candies gratis erbij. Als een bedankje. Oh, we moeten een pet unboxen. Dan denk ik dat dat hier bij de shop moet gebeuren. Hier kan je trouwens alles wat je hebt verzameld van geesten. Want als je geesten opzuigt, zeg maar. Dan krijg je punten. En die punten kan je hier verkopen. En daar krijg ik dan weer van die groene punten voor. En daar kan ik ook weer dingen mee kopen. Maar niet in deze map, vermoed ik. En we gaan even kijken. Ik kan deze op zich halen. Deze kost 100. Ja, laten we gewoon voor deze gaan. Oh, dit zijn wel leuke Halloween geestjes. Deze geestjes kan je achter je aan laten vliegen. En het is wel leuk, want die geesten die geven je een soort van extra boost. Oh, ik heb Frankie. Dat is Frankenstein natuurlijk. Dat is wel heel leuk. Ik zal gelijk even laten zien. Dan ga je naar inventory en naar pets. Nou, dit zijn de pets die ik nu gebruik. Die zijn allemaal legendary en godly zelfs. En dan gaan we eventjes naar deze tab. Nou, hier staat hij er niet bij. Kijk, hier staat hij, Frankie. Kijk, dit is zeg maar de tijd. De bovenste is de tijd voor het opzuigen. Dus hij gaat 3,79 keer sneller. Wordt die opgezogen, de geest. En kijk, je kan bijvoorbeeld deze kiezen. Die is maar 1,22. En dat duurt natuurlijk veel langer. En dit is de extra punten die je krijgt bij het verkopen. Dat zijn die blauwe, wou ik zeggen, maar die groene punten. Nou, ik ga even kijken, want deze is 3,79. En als ik naar mijn eieren ga. Kijk, dan zie je eigenlijk al dat die beter is. In plaats van deze, terwijl deze nog legendary is. Deze is 3,74. En deze is 3,79. Andere is 2,21. Dus die gaan we sowieso gaan we die vervangen. Dan doen we deze. Unquipped. Dan gaan we naar Frankie. Is ook wel leuk natuurlijk. Tijdens Halloween dat je gewoon een Halloween monster achter je aan hebt vliegen. Nou, heel even hier kijken. Oh, dit zijn weer speciale items die je kan krijgen. Ik denk ook weer van die characters. Van die geestjes. Maar dan moet je sleutels voor hebben. En laat ik die denk ik net niet hebben. Maar dan zullen we denk ik wel kunnen verzamelen hier in de map ergens. Nou, we gaan gewoon weer even onze volgende missie ophalen. Oké. Nou, ik had het natuurlijk eerst moeten inleveren, want de missie was om een geest of op een pet te gaan unlocken. Dat hebben we gedaan. Dus nu gaan we pas onze nieuwe missie eigenlijk ophalen. Oké. Nou, we moeten dus van die pompoenmannetjes die we hier hebben. Even kijken. Dan hebben we ook nog soulcasten. Dat is denk ik. Of zijn het? Nee, dat zijn niet deze. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik moet ook trouwens 99 candies verzamelen. Ik denk dat het deze zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, dat is wel leuk. Zitten we in een nieuw gebied. Laten we eerst even die 11 pompoenmannetjes verzamelen. Ja, dat is 1. Dat is de volgende.
2. Nou ja, die mannetjes droppen dan die candies. Officieel moet je er overheen lopen. Maar omdat ik in het gewone spel al best wel ver ben, heb ik de magneten heb ik daar vrijgespeeld. Dus nou worden al die dingen worden naar mij toegetrokken, wat er dropt. Hier zijn het toevallig alleen maar candies, maar in het gewone, in de gewone map dan kunnen dat ook gewoon van die paarse diamantjes zijn. Of antenne parts dan. Om je, dat is weer om je antenne te upgraden. Maar die heb ik in principe niet meer nodig, omdat ik al het hoogste level heb met mijn antenne. Nou, zoals ik zie zijn die pompoenmannetjes even niet aanwezig. Dus we gaan gewoon even hierin. Dit is denk ik een soort van doolhof-achtig. Op zich wel leuk om even doorheen te lopen. Oh kijk, dit zijn ook vleermuizen. En je ziet ook hè, hoe ver je gaat in het gebied, hoe moeilijker ze zijn. Deze kost 750. En het duurt ook nog langer om op te zuigen. Deze 500. Ja, dat zag ik hier. Kijk. Dit is allemaal van die hooibalen, hè? Die zie je ook altijd, hè. En wat is dit? Een grafsteen. Ik weet niet wat dit dan weer voor het pijltje is. Nou ja, hier is in ieder geval niks. Hier loopt het dood. Hier hebben we weer zo'n geest. Van deze moeten we er 26 hebben. Dus dat is eventjes doorzoeken. Ik hoop wel straks dat die andere mannetjes weer terugkomen. Die pompoenmannetjes. Ik ben ook benieuwd als je zeg maar aan de andere kant van het doolhof, als je daar überhaupt kan komen, of je daar dan weer een nieuw gebied hebt. Want hier zie je dat er geen signaal is, rechtsbovenin. En normaal zie je daar de map, dan kan je hem even aanklikken en dan kan je zien hoe de map eruit ziet. Dit ziet er ook heel creepy uit hier. Zoals je hier kan zien kan je ook gewoon parcouren. En dat is meestal wel in Roblox, hè? Je hebt heel veel van die parcoursmaps. Maar hier heb je ook dus in dit spel parcours. En vaak aan het einde van, van het parcours is er iets speciaals. Maar dat wil ook wel zeggen van, dat je dat tijdens een missie moet doen. Dus dan vind ik het zonde om het nu al te gaan doen. Als ik het eigenlijk voor een missie moet gebruiken. We kunnen hier iets speciaals doen. Dat zie ik nou in mijn beeld. Dus we gaan het gewoon aanklikken en we zien wel wat we gaan doen. Hunt is ready. We moeten 1 minuut wachten. Er komen meerdere mannetjes. Dit is weer een speciaal iets in de map. Ik denk dat het een soort van boss fight gaat worden, maar we zullen het zien. Nou, 10 seconden wachten. Ik ben erg benieuwd. In het begin van de aflevering zei ik al van, was ik al benieuwd of je in het huis kon komen. Dan gaan we. Oh, daar zit ook een mannetje echt ook op schiet ook. We moeten de 11 nu nog verzamelen. Ik denk dat dit een aantal is. Kijk, dan komen hun. Ik weet ook niet of je dood kan gaan. We moeten nog 7. Denk ik, zoals ik het zie bovenin. 6, 5. Deze zijn de laatste, denk ik. Dit komt ook wel trouwens heel goed uit, want ik moet nog voor mijn level die pompoenmannetjes natuurlijk pakken. En die komen hier elke keer, dus dat is wel lachen. Nou, we moeten naar de next room. Ik weet niet of we dan op iedereen moeten wachten, ja. Nou, dan gaan we weer verder. Nu moeten we de 25 in totaal hebben. Ik wil even goed in de gaten houden als die pompoenmannetjes komen, dat ik die gelijk, kijk, dat ik die gelijk aanklik. Als het lukt. Dan heb ik die straks vast gecomplete. Kijk, hier hebben we er ook eentje. Oh, die is weg al. Misschien kan ik deze pakken. Ik zie ook dat hun allemaal dingen schieten. Maar ik weet niet als ik geraakt word of ik daar dan dood aan ga. Ik heb zo'n gevoel dat dat die onderste balk is. Als ik dan geraakt word, dat ik dan corrupted word. Zal ik gaan veranderen misschien?
Tot nu toe ga ik denk ik wel goed, want ik ben laag in het level. Of laag procenten. Nou, we moeten weer naar het nieuwe gebied. Dus een ronde kamer. Hier moeten we 35. Kijk, en deze moet ik ook nog hebben. Dit komt wel heel goed uit. Eigenlijk doen we nu 2 in 1. En we zijn een leuke game mode aan het doen. En deze geesten die ik toch moet hebben, die kan ik nou gelijk vangen. Helaas vult het balkje onderin. Wat je normaal hebt wel gewoon in het wereldje zelf. Die vult dan normaal als je een geest vangt. Maar hier niet dan. Maar maakt op zich niet heel veel uit. Nog 13 hebben. Het is een heel kluitje hier. Volg mij allemaal nu. Dus we gaan ze gewoon één voor één pakken. Ik kan blijven doorrennen en stofzuigen. Zo kunnen ze mij als goed is ook niet raken. Die hebben we. Deze staat lekker hier veilig. Die denk ik ga me niet mee bemoeien. Had wel fijn geweest als ze even had geholpen. Maar ik moet eigenlijk 6 van die andere geesten. Maar dat komt wel. We moeten naar de volgende kamer. Dat is hier. Oh, dit ziet er wel heel groot uit. Een hele grote deur hier straks. Nou, je moet er nog 6 van hebben. Dus hoop ik dat ik die hier kan pakken. Dan heb ik deze alvast gecomplete. Nu nog 3. Nou, dat gaat wel lukken. Want we hebben ongeveer 50 geesten die we moeten vangen hier dus. Nou, de laatste. Dan heb ik die vast gecomplete. Kijk, je hoort ook zo'n tingeltje. Oh, ik kijk zoveel hier. Oh, ze gaan nu allemaal achter mij aan. Ik kan ook mijn hoeveelbord hier gebruiken. Dat is ook wel fijn. Ik zie nog op de 15%. Ik weet niet of dat goed is. Ik hoop dat dat betekent dat ik niet zo heel hoog ben. Oh, het zijn wel heel veel balletjes die ze schieten nu hoor. Dus je moet toch even een beetje een hoekje gaan opzoeken. Zo. Blijf gewoon een beetje rennen. Je pets kunnen trouwens ook levelen. Ik zag net dat Frankie, de nieuwe, dat een gloed omheen kwam. Een groene gloed. Dat is bij elk pet natuurlijk anders qua kleur, denk ik. Maar dat betekent dat die level up is gegaan, dus waarschijnlijk krijg je dan weer betere dingen of gaan ze statistieken wat omhoog. Nou, moeten er nog 10 vangen. Ik heb het gevoel dat de helft achter mij aan zit. Oh, iemand anders loopt voorbij, dus die neemt het over. Nee, ze komen toch weer achter mij aan. Ah, geen probleem. Nou, dit zijn wel leuke dingetjes die we hebben toegevoegd aan de map. Niet alleen maar Halloween gewoon de missies doen, maar ook gewoon echt een mansion ingaan. Gewoon een huis ingaan, speciaal Halloween huis. Oh, kijk, ik denk dat dit het eindgevecht gaat worden. Ja, filmpje zelfs. Zo'n half skelet, half pompoenmannetje. De Headless Hello. Headless Hello. Oh kijk, we moeten schieten joh. We moeten eerst het schild kapot maken. Denk ik. Oh. Hier moet ik uitkomen. Oh, het wordt heel donker. Oh, en hij is verplaatst. Oké. Okay. Hier kan je overheen springen als het goed is, ja. Nou, zijn schild is bijna kapot, dus als je kan zien. Dat is dat blauwe balletje, denk ik. Want hij heeft een blauwe schild ook. Nou, die is weg. En nu kunnen we als het goed is op hem schieten. Ik weet niet of hij dan zijn schild straks weer terugkrijgt. Ik heb zo'n gevoel wel dat het in verschillende fases is. We gaan het meemaken. Kijk, hij staat nu weer op. Kijk, en zijn schild is terug. Dus ik denk elke keer zo'n 25%.
Dat is ook denk ik wat logisch. Zo raar dat zijn schild dan terugkomt. Helemaal vol, terwijl zijn held maar 75% is, maar ja. Oh, dat cirkeltje van hem, dat komt helemaal niet eens tot hier. Kijk waar die nou heen is. Daar. Schild is alweer heel ver. Nou nog een kwart. Kijk, hij gaat lekker achter de mens aan. Nee, 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 hij pakt mij ook. Dat was niet de bedoeling. Nou, doorschieten jongens. Dan gaat zijn schild. En dan pakken we hem weer. Kijken of hij nou ook daadwerkelijk naar die 50... Oh, hij gaat al gelijk al stoppen. Het wordt een lang gevecht. Dus het is niet elke keer 25%. Hij gooit ook zijn linkerhand. Heeft hij iets van een pet of zo in zijn handen? Oh, oh, hij komt weer achter mij aan, hoor. Zit wel op 48% al, want als hij je raakt, dan gaat best wel veel procent erbij komen. Ik hoop niet dat dat uitmaakt. En dat ik het wel ga overleven. Komt hij? Dan gaan we hem weer raken. Lijkt me dat zijn percentages harder gaan dan bij zijn schild. Zal we op 50 weer stoppen? Oh nee, we kunnen nu echt 43%. Hij komt achter mij aan, hij komt achter mij aan. Nee, hij raakt me. Je krijgt zo wel 10% erbij als hij je raakt. We moeten toch blijven schieten op hem. Oké, hij gaat stilstaan. Gaat hij denk ik weer die cirkeltjes gaat hij dan weer activeren. Oh kijk, wat is dat joh? Oké, hij gooit nog een keer. Die moet je ook in de gaten houden. Die mij niet in één keer zo pakt. Op zich kan je daar wel van ontsnappen. Hij kijkt nu wel mijn kant op. Ja, ik weet niet waar hij nou heen gaat. Nou, hij gaat niet achter mij aan. Ik was voor de zekerheid eventjes aan het vluchten. Nou, kom op, zijn schild, jongens. Eentje staat daar achterin. Dat is wel jammer dat hij niet meedoet. Dat duurt toch allemaal wat langer. Oh, staat naast me, joh. Oké, klik jongens. Ah, dat ging niet zo goed. Ik heb zo'n gevoel dat we het ook maar met z'n tweeën doen nu. Want die derde daar, die staat maar gewoon te niksen. Nou, voor mij is er niet echt een tijdlimiet. Het enige is alleen jammer is. Oh. Ze gaan zelfs met laser schieten. Dat mijn balkje onderin wel vol raakt. En ik weet niet wat er gebeurt als dat zeg maar 100% wordt. Ben je dan game over of... Hij komt nu achter mij aan. Gelukkig zat ik lekker ver weg. Dat is gewoon een tactiek, denk ik. Gewoon lekker ver blijven. Oké, komt hij weer. En hij staat weer stil. We gaan gewoon even naar het einde van de kamer. Ik weet niet wat voor straal die nou doet. Oh, dan kan je niet wegkomen, denk ik. Misschien zuigt hij ook wel een soort van op. Nou, de schild is bijna weg. Even snel doorklikken, jongens. Zo. Oké, nu. Het is heel jammer dat die andere niet meedoet, hoor. Ik denk dat we nog één keer zo'n fase hebben. De volgende keer moeten we hem wel hebben, hoor. Kijk, hij gaat wel voor die andere man. Die nou stilstaat daar. Als hij dan toch niet meespeelt, kan hij maar beter elke keer op hem gaan. Kijk, doet hij nou weer. Oh, kijk, dat heb ik niet in de gaten. Oh, ik ga nu wel heel snel naar beneden, hoor. Ik ga een beetje aan de andere kant van de map. Blijf een beetje cirkeltjes draaien, want ik heb zo'n gevoel dat... Oh, kijk, hij is neer. Zijn schild. Snel, nog 9%.
En daar is die. Nu weet ik niet of we nou weer iets speciaals krijgen of we kunnen hier doorheen. Door het portaal. Boom. Hebben we nou ook iets gekregen? Dat vraag ik mij dan nu af. Even kijken. Hier. Oh, kijk, we hebben een sleutel gekregen nu. Nu ben ik wel heel erg benieuwd wat die sleutel inhoudt. Want je hebt hier kisten waar je één sleutel voor nodig hebt, maar ook meerdere. Maar we gaan gewoon even kijken wat dat inhoudt. Ik loop hier overheen. Lever ik een sleutel in. Oh, kijk, dan krijg je gewoon een pet. Dat is wel weer heel cool natuurlijk. En je ziet al hoe ver je gaat. Hier krijg je common, uncommon en rare pets. Kan je hier krijgen. Of zelfs hoverboards. Nee, hier ga je al naar rare en legendary. Legendary en godly. En hier heb je mythical. En daar ook. Dat zijn gewoon de speciale. En deze krijg je dan uiteraard gelijk. Omdat dit maar, hier staat maar één character op. Kijk, en hier staan meerdere. Dus hier krijg je één van die items. Maar dit was wel een interessante map. Ik ga hem ook hier afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om hiernaar te kijken. Ik speel dit spel best wel graag en best wel vaak. Het is eigenlijk een beetje een verslavend spelletje. En vooral nu met de Halloween dacht ik van, nou, laat ik het opnemen. En vooral natuurlijk in de speciale Halloween Horror Week die ik hou nu, op dit moment. En dan past het eigenlijk perfect bij. Het hoeft niet altijd horror te zijn, altijd griezelig. Zulke soort dingen is ook wel leuk om naar te kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken nogmaals. Vergeet niet te abonneren. En even dat duimpje omhoog natuurlijk. En kijk ook even rond op het kanaal. Want er staan genoeg andere leuke video's. En natuurlijk heel veel deze week horror. Dank voor het kijken. Doei doei.